Heeft Pieter kan kijken? Ja, Pieter is erbij. Goedenavond, dames en heren. Welkom op de uitreiking van de CD van het compositieproject. Dat eigenlijk is opgezet over het derde jaar, alleen dit jaar bijzonder groot. En dit is eigenlijk een pilot voor hoe we de komende jaren willen gaan doen. En het zijn vooral Egmond de Bruyne, Paul Beugels en onze stagiaire Sanne Versloot geweest die dit project mogelijk gemaakt hebben. En daar heel veel tijd, aandacht en energie in hebben gestoken. Dus allereerst wil ik even vragen om een applausje voor deze drie personen. Nou, op de eerste rij zitten zo'n 10 jonge componisten. Die zijn een traject ingegaan. Ze hebben begeleiding gekregen van IFK-docenten. Mijn naam is Tom Kwakenaert. Ik ben afdelingshoofd van de afdeling Pop en Jazz. Ze hebben begeleiding gekregen van docenten. Die zijn soms ook bij hen thuis geweest, hoor ik zelfs, om nummers, melodieën die zij gecomponeerd hebben, te arrangeren en verder daar een bewerking van te maken. En dat is gelukt van een bijzonder kleine bezetting tot een heus symfonieorkest onder leiding van mijn waarde collega, de heer Erik Baats, hoofd van de afdeling Klassiek. Die zijn daar mag ik ook even klappen. Dus dat worden verschillende uitvoeringen en we gaan ook een moment zoeken waarop we de CD zeg maar eventjes officieel gaan uitreiken. We hebben hier de CD, die is klaar. Dat is allemaal erg veel werk, maar het is een mooi resultaat geworden. We hebben er een hele hoop van. De componisten krijgen het gratis. En opa's, oma's, vriendjes, vriendinnetjes, mama's, papa's en andere geïnteresseerden mogen daar €5 voor betalen. Dus nou, dat lijkt ons ook een redelijke prijs. Dan ga ik nu, ik zal zo nog wel even terugkomen. Ik ga nu het podium geven aan... Is Bouwen hier? Zit toevallig... Anders moeten we... Oh, daar heb je. Ja. Ik geef het podium aan Bouwen en ik laat het even zoals het is. Goedenavond, jongeman. Ik zou zeggen, begin lekker, dan komen we vanzelf wel op andere dingen. Oké? Hij heeft een stuk geschreven en ingezonden voor een wedstrijd
die het Nederlands Blazersensemble elk jaar organiseert. Die heet Op weg naar het nieuwjaarsconcert. Misschien kent een aantal van u dit. Misschien ook niet. Hij was in ieder geval een van de 150 jongeren tot en met 18 jaar die een stuk instuurden. Dus het was een soort Sinterklaasfeest op de dag dat de deadline er was. Want we kregen bendes pakjes met mooie muziek op de inbus. We hebben 5 regio's voor die wedstrijd. Noord, West, Oost en Zuid-Nederland en de Antillen. Een bouwer die komt in Rotterdam, dus die viel in de regio West. En die werd eigenlijk meteen op basis van dit stuk, kan ik hem nu verklappen, uitgenodigd om zijn stuk te spelen in de regionale forum. Daar spelen 15 jonge componisten een stuk. En er is een jury en die kiest dan daar een stuk uit. En die kiest daar 6 winnaars uit. En Bouwen werd winnaar en die mocht daarna door naar het familieconcert. En de prijs die je dan wint, is dat je met een... Nou ja, hij is ook al natuurlijk een echte componist, maar met een nog echtere componist aan het werk mag gaan. Dus hij werd gekoppeld aan Fons Merkies, die staat daar. Dus een componist-arrangeur. Eigenlijk heel prom, want hij schrijft een heleboel dingen waarvan men soms niet weet dat hij dat schrijft voor televisie, series en films. Hij doet het al jaren met kinderen, dus hij begeleidt jongeren zoals Bouwen en maakt van samen met hem maakt hij een arrangement voor het Nederlands Blaasensemble. Jullie hebben gezien, dit is een stuk van solo en uiteindelijk wordt het een stuk voor 23 muzici. Dat gaat natuurlijk niet zomaar.